Wakker worden. Dag 2, René. Nika van der Zaan, we moeten weer gaan. Hey. Hoppakee. Ja. En we zitten er gelijk in ook, hè? Ja, gaan we. Ja, hey, hoe ben jij wakker geworden vanmorgen? Ik was te vroeg wakker, want ik had een podcastopname deze ochtend om 7 uur. Dus ik was vroeg wakker, maar ik was eigenlijk voor de wekker wakker geworden. En dat was wel relaxed, man. Dat is alleen toch het lekkerste wakker worden, voor de wekker wakker, hè? Of niet? Ja, maar er was iets in mijn mind wat wilde denken, ja, maar nou had ik nog kunnen slapen. En toen dacht ik, ja, maar gast, de zon schijnt, let's go, weet je wel. Het is gewoon weer tijd voor een nieuwe dag, hè? Zo is dat. En jij? Ik was ook voor de wekker wakker, dus dat is toch een heel lekker gevoel. Dan heb je weer zoiets van, dat is eigenlijk het lekkerste wakker worden, vind ik zelf. Dat je dat gevoel hebt dat je, vanzelf wakker bent geworden. En van daaruit denk je, laat de nieuwe dag maar weer beginnen. We zijn er klaar voor. Zo is dat. Heb je nog mooie dromen gehad vannacht? Ik kan me zo niet reproduceren. Dus. Jij wel? Ja, bizar. Maar dat komt, ik had een gesprek met mijn buurjongen, onze Ivo, de filosoof. En we hebben een heel gesprek gehad gisteren over wat mensen verschilt maken met machines en alles. En toen vannacht heb ik liggen dromen dat eigenlijk het verschil tussen een mens en machine is dat er een plek is in ons hoofd waar gedachten vandaan komen en ik nog steeds niet begrijp waar mijn gedachten vandaan komen. En daar was nog iets verders wat ik vannacht kwam op een gegeven moment op het spoor dat ik dacht, hoeveel van de dingen die ik zeg heb ik gekopieerd uit een boekje of omdat iemand anders dat tegen mij zei? Dus wat is nou echt? Ja, alles, nieuw en echt. Ja, maar alles wat in jouw hoofd zit is voor jou echt. En dat is mooi. Ik heb er een mooi boek over geschreven. Over gelezen. Van Marnix Pauwels. Vrij heet dat. Een heel bijzonder boek. En dat gaat vooral over wat gedachten met je doen. En ook hoe die gedachten, hoe je die ook gewoon los kunt laten. Dat ze er gewoon even niet zijn. Want het is heel lastig om aan niets te denken namelijk. En jouw gedachten, die probeer het maar eens, hè. Nou, dan zeggen we, ja, we gaan wel lekker mediteren. Maar zelfs dan is het nog moeilijk om gedachten helemaal los te laten. Is dat toch dan, René? Waar komen gedachten vandaan? Hoe bizar is dat? Ja, dat is een goede vraag. Waar komen gedachten vandaan, Nieke? Dus ik zat echt helemaal in mijn slaap. Dat ik denk, ik kom er niet uit. Ergens is ineens die gedachte vandaan. Maar wat ik dus wel bijzonder vond, is dat heel veel van die gedachtes, dat die eigenlijk een soort herhaling zijn dus van wat jij dan of iemand anders tegen me heeft gezegd. Ja. En toen dacht ik van, ja, hoe zou het zijn als ik ga bedenken dat zeg maar, is dit een nieuwe gedachte of is dit iets wat ik zeg omdat iemand, vriend of iemand dat heeft gezegd? En hoe zou het leven dan zijn als je dan volledig in die authenticiteit zit? Jij wil eigenlijk alleen maar nieuwe gedachtes hebben. Juist. Ja, okay. En niet herhaling van het oude. En ik weet niet of het kan, hè. Ik heb geen idee, maar daar ging mijn droom over. Nou, misschien is er een gedachte-expert die kijkt naar deze wakker worden podcast. Laat het weten, want wij zijn wel geïnteresseerd in hoe dat werkt in ons brein. Erik Scherder misschien, die zou ons ongetwijfeld wat verder kunnen helpen op dit vlak. Maar hoe ervaar jij dat? Heb jij wel eens dat je dan dingen zegt, waarheden, dat je dan denkt, maar dan heb ik eigenlijk daar opgepikt of daar opgepikt of daar opgepikt? Je pikt overal vandaan dingen op en vervolgens ga je eigenlijk bij jezelf ga je checken van, joh, voelt dat goed? Voelt dat ook zoals ik het voel? En zit dat hier? En hoe dichter het hierbij komt, dan ga je dat vervolgens ook uitdragen. Ik vond bijvoorbeeld een mooie uitspraak van Da Vinci, die zegt, eenvoud is de ultieme vorm van perfectie. Nou, daar ben ik het heel erg mee eens, want ik ben heel erg vanuit de eenvoud. Dus ja, dat is dan iets. En dat heb ik dan, in mijn hele zijn simpel, heb ik dat geïntegreerd. Ja. Ja, ik ben heel simpel figuur. Maar jij bent nogal complex, Nico. Hey, want hoe doe jij dat dan? toch? Oh, ja, ja. Ja, of niet? Of vind je jezelf niet complex?
Nou, als ik het eerlijk moet beantwoorden, denk ik wel dat ik denk, er zit wel een stuk denker in mij, die dan ook, er zit ook wel een stuk filosoof in mij. Filosofie, ja. En filosofie kan ook wel heel zwaar worden ervaren. Ja. En het is voor mij wel een uitdaging om altijd vanuit die filosofie te zitten, maar dan ook in de lichtheid te blijven. Want je kunt alles wel bedenken en doordenken en nog doordenken en nog doordenken. Ja, en dan? Ja. Dus nou ja, zo gaat het waarschijnlijk ook in dromen, waarbij je heel veel input eigenlijk van nou ja, je hele dag en alles wat daarbij hoort gaat mengen en mixen tot iets wat dan een droom heet. Dus wel mooi hoe dat werkt, toch? Maar, en dan die gedachte, René, ja, wat ik erbij voelde is dus dat eigenlijk dat je dan zeg maar die authenticiteit niet bent. Dus dat met die eenvoud wat jij net zei van Da Vinci, is dat je dan een gesprek met iemand voert en die zegt dan... Da Vinci zei het ook al, dat eenvoud is dit. En dan dat hij eigenlijk dus die herhaling is, maar dat hij dus eigenlijk niemand zelf is. Hij is niemand, want hij herhaalt alleen. Hij is niet zelf. Nee, maar de andere kant is, eenvoud is de ultieme vorm van perfectie. Daar kun je het wel mee eens of niet mee eens zijn. Toch? En zo conditioneer je je gedachten. Klopt, dat, ja, helemaal mee eens. Alleen, en je conditioneert inderdaad je gedachten, alleen dan hoeveel van wat je dus kan bedenken is dan echt nieuw. Dus ik zou graag die nieuwe dingen willen vinden, dat je zelf dus een filosofie ontwikkelt die dus niet een herhaling is, maar en dan voelt het alsof het jouw mening is in plaats van iemand anders zijn mening accepteren van ja, nee, daar ben ik het mee eens of niet mee eens. Maar dat je vooral gaat voelen, wat voelt er voor mij? En ik weet niet wat ik op het spoor ben, René. Misschien ben ik wel knettergek aan het worden. En moeten we straks deze podcast van een hele andere locatie doen. Ah, wie zal dat zeggen? Nou, en dat heet dan, die nieuwe locatie heet De Nieuwe Filosofie bij Nico van der Zaan. Dus hey, ik vind hem weer mooi, maestro. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Hè? En wakker worden! Wakker worden!